Dan zou ik nu het woord willen geven aan de insprekers. Allereerst de Fietsersbond. We realiseren ons dat het gaat om een zeer druk bedrijventerrein. Met veel verkeer van en naar bedrijven aan beide kanten. Dat betekent dat er altijd van iedereen oplettendheid wordt gevraagd. Maar het moet mogelijk blijven om de bedrijven op de fiets te bereiken, met de fiets terug naar de stad te gaan, voor fietsverkeer uit Vriezenveen, Adorp, om het werk of de stad te bereiken. Daarom wordt terecht gekozen voor weer een fietspad. Waarom blijven we toch kiezen voor de oostkant? Het is de meest logische verbinding met de burgemeester Snijdersingel, F35, enerzijds, en de Plesmanweg en fietspad langs de Adorpsweg, F35, naar Vriezenveen, anderzijds. Dank u wel, voorzitter. Dank u, wethouder. De keuze die nu voor ligt is de oostkant of de westkant. Dus voor een hele hoop ondernemers aan de Plesmanweg voor de deur of bij de overburen voor de deur. Ja. En dat vinden we eigenlijk van meet af aan al een beetje een keuze tussen kwaden, waar we stapje voor stapje naartoe worden gebracht. Want omdat we ooit de F35 over het Indiëterrein hebben aangelegd, is het logisch om dan ook aan die kant weer verder te gaan. En als we dat gaan doen, is het straks weer logisch om aan diezelfde kant door te gaan. En dan komen we langs Kara, langs Rensink en op die manier gaan we dan verder. Want het meest vreemde is dat we nu waarschijnlijk uitkomen op de optie die we in het masterplan heel sterk hebben ontraden. En dat is niet over het industrieterrein en al helemaal niet langs de Plesmanweg. Een regiefoutje, ja. Maar nu is er eigenlijk niet veel meer aan te veranderen. Blijkbaar. Dat zou je ook kunnen betitelen als een beetje gebrek aan moed. Er zijn best wel alternatieve tracés. Daar is ook al eerder om gevraagd. Maar goed, nu wordt deze keus voorgelegd. En vanavond hebben we onze mening daarover gegeven. Ik heb begrepen dat het uiteindelijk u niet veel uitmaakt of het nou aan de west- of aan de oostkant komt. Dat klopt. Ik heb het inderdaad zo geformuleerd. Ons bedrijf zal daar wel om doordraaien. Natuurlijk hebben we liever onze hoofd in- en uitrit aan de oostkant, dan moet ik het even goed zeggen, gevrijwaard van kruisend fietsverkeer. Omdat ons verkeer daar intensiever is. Maar ja, dat geldt voor iedere ondernemer aan de Plesmanweg. Dat geldt ook voor de straten die uitkomen op de Plesmanweg. Wij hebben niet zoveel trek in een getouwd trek. Wat is nu voor ons de minst slechte kant? Nogmaals, ons bedrijf draait er wel om door. Wat wij vanavond heel duidelijk hebben willen brengen, dat is het aspect veiligheid. Een in- en uitrit die gebruikt wordt door zwaar transportverkeer, door lengtelading, is niet te combineren met een tweebaans fietspad waar de bedoeling is dat men straks ongehinderd volgas door kan fietsen. Dat zijn dingen die gaan gewoon niet samen. Bij ons niet, bij onze buren niet, bij onze overburen niet. Dat is waar we voor hebben gepleit. Als het dan moet gebeuren, zorg dan dat het veilig wordt. En we hebben ook wel een voorwaarde gesteld. We willen niet dat onze inrit daardoor moet worden aangepast of smaller gemaakt moet worden. Want dan raakt het onze bedrijfsvoering wel.